De eerste tip gaat over de spuitbus. En de spuitbus vind je in de bibliotheek hier onderaan. En zie je deze balk nu niet? Druk even op de T om de werkbalk weer te tonen. En daar staat dan een klein spuitbusje in. Heb je wel de werkbalk, maar geen spuitbus? Dan heb je hier een pijltje. En daar heb je een aantal opties, waaronder de optie spuitbus. Dus als je hem niet ziet, zet hem even aan. Wat kun je met die spuitbus? Nou, je weet uit een eerder filmpje, zie de link hierboven, dat je foto's kunt sorteren met uh, kleurlabels, met sterren, met vlaggen. De spuitbus kan je daarbij helpen. Als je er bijvoorbeeld op klikt, dan zie je dat er onder in je werkbalk het een en het ander verandert. Je kunt kiezen wat je wil gaan doen. Een label of bijvoorbeeld een vlag of klassificatie. Stel dat ik een klassificatie neem en ik kies bijvoorbeeld voor drie sterren of voor twee. Als ik boven een foto ga hangen, dan zie je dat er een klein spuitbusje komt met het getalletje 2. En dat betekent dat er twee sterretjes op komen. En iedere foto die ik nu even aanklik, die krijgt Twee sterren. En zo kun je vrij eenvoudig gewoon snel je foto's selecteren. Eventueel kun je nog zeggen van nou ik wil er ook bijvoorbeeld een label aan, een groen label. Je ziet dat mijn spuitbusje dan opeens groen is en als ik nu een aantal foto's aanklik dan worden die opeens groen. Ben je daarmee klaar, klik op gereed en ga gewoon weer verder met wat je aan het doen was in Lightroom. Tip nummer 2 gaat over je interface. Je wil natuurlijk gewoon zoveel mogelijk van je foto zien. Bovenin die woordjes bibliotheek ontwikkelen, kaart, boek. Ik zit er helemaal niet op te wachten. Nou, en dat geldt uh, gewoon voor alle panelen aan de zijkanten. Er zitten aan de uiterste randen zitten kleine pijltjes. En als je daarop klikt, dan vouw je gewoon dingen weg. En je ziet dat het pijltje verandert van een pijltje wat naar buiten wijst naar een pijltje wat naar binnen wijst. En klik je er dan op, dan heb je het gewoon weer staan. En zo kun je dus gewoon door je foto's navigeren. Hoeveel je erboven, dus zweef je erboven, dan kun je natuurlijk ook gewoon klikken. En ga je dan weer terug naar je foto, dan heb je weer gewoon je normale interface. Wil je een foto bewerken, bijvoorbeeld op de zwarte en witte tinten, dan kun je hieronder aan de sliders trekken. En je ziet dat je foto donkerder of bij witte tinten gewoon lichter wordt in de hooglichten. Er is een makkelijkere manier. Je kunt ook gewoon boven in het histogram gaan staan. Het histogram is verdeeld in vijf zones. Zwarte tinten, schaduwen. Belichting, hooglichten en witte tinten. Ja, en dat zijn die vijf dingen die daar gewoon onderin terugkomen. Hou ik de muis niet ingedrukt, dan kan ik gewoon naar links en naar rechts draaien. En dan zie je dat mijn belichtingsslider ook gewoon mee beweegt. Nou, dit kan makkelijk zijn om bijvoorbeeld in de hooglichten of in de zwarte tinten wat dingen te doen. Om een foto makkelijker naar de uiterste te trekken. Tip 4. Als je een foto omzet naar zwart-wit, dan kun je natuurlijk je kleur van je foto bepalen. Met bij wijze van spreken de sliders die hier staan. Maar wist je dat als je foto op zwart-wit staat, dat je dat ook nog gewoon via de witbalans kunt doen? En tot slot, de laatste tip is om makkelijk foto's te synchroniseren. Als je een foto bewerkt hebt die naar je zin is. Dan kun je er met rechts op klikken en dan kun je bij instellingen kiezen voor instellingen kopiëren. En je krijgt dan dit menu tevoorschijn. En in dit menu kun je allemaal selecteren wat je allemaal zou willen synchroniseren. Zo kun je zeggen van nou, ik wil de zwart-wit mix, de witbalans, uh, alles van de tinten en de kleurtintencurve tot zelfs het uitsnijden toe of gewoon alles. En je drukt op kopiëren. Vervolgens kun je onder in beeld gewoon heel simpel als je een andere foto hebt geselecteerd. Met rechts erop klikken, instellingen en instellingen plakken kiezen. En je foto is gewoon met dezelfde instellingen bewerkt. Tot zover, weer 5 tips. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!